Facebook ondergaat een heuse transformatie, zo kondigde Mark Zuckerberg onlangs aan, het sociale. 16 op 43.463 wil je altijd en overal al als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws op Social News download. 14 voor 4 middags 34 onlangs werd bekend dat coach Erwin van der Looy opstapt bij Willem II nadat de achterban zich 8 over 4 middags 0 Ajax is afgehaakt in de strijd om de titel, maar volgens de bedweters is daar wel een 15 op 45.183 bij Ajax beleefde Zlatan Ibrahimovic zijn grote doorbraak, maar in 2004 vertrok de spits zijn. 6 over half 4 middags 43 Chelsea is aan een matig seizoen bezig en de onderhandelingen met Eden Hazard over 1. 6 voor half 4 middags 43 Leroy Oroussou kijkt met een slecht gevoel terug op zijn mislukte verhuurperiode bij Excelsior, de 12 over 3 middags 15 PSV is nog altijd op zoek naar een nieuwe linksback. De inmiddels 23-jarige Sander Heysackers, 3 uur middags 61 Anwar El Ghazi rekende voor de komende Interland tegen Engeland en Portugal niet direct op 1. 12 voor 3 middags 39 Excelsior moet het enkele weken doen zonder aanvaller Stanley Elbers. De 25-jarige vleugelspits viel, 6 over half 3 middags 15 AZ en Feyenoord staan binnenkort tegenover elkaar in de bekerfinale en Menno Pot baalt ervan dat. 14 op 24.148 Het AZ van John van den Brom gaat zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord. Papier een hels karwei, 12 over 2 middags 60 Neymar zette afgelopen zomer de voetbalwereld op zijn kop door voor zo'n 220 miljoen euro naar Paris. 2 uur middags 306 vanaf volgend seizoen introduceert Ajax een nieuw concept, de Tunnel Club. De Tunnel Club wordt 12 voor 2 middags 66 FC Twente. Trainer Gert-Jan Verbeek moet puzzelen in de aanloop naar de derby tegen Heracles, naast de 13 op 36.110 Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekendgemaakt voor de oefenduels met Engeland en Portugal. De 13 op 24.665 Jasper Cillessen staat de laatste tijd wel heel erg in het middelpunt van de belangstelling bij FC. 13 op 12.164 Veel hedendaagse voetbalsterren nemen het gezegde als je haar maar goed zit wel heel serieus. 23 op 45.193 Ronald Koeman is nu al even de bondscoach van het Nederlands elftal, maar de Zaandamse oefenmeester. Half 12 s'nachts 54 Het leek er toch sterk op dat Juventus op woensdagavond uitgeschakeld zou worden door Tottenham. Even voor half 12 s'nachts 55 Andrea Barzagli zag zijn werkgever Juventus op woensdagavond winnen van Tottenham Hotspur in de 13 over 11 s'avonds 16 Manchester City won een aantal weken geleden met 0-4 van FC Basel en was toen eigenlijk al verzekerd. 8 over 11 s'avonds 30 Tottenham Hotspur leek op weg naar de laatste 8 van de Champions League, tot daar opeens Gonzalo. 22 op 50.227 Juventus heeft op woensdagavond toch wel voor een verrassing gezorgd door Tottenham Hotspur uit de 4 over half 11 s'avonds 31 Rafael van der Vaart maakte furoren bij Ajax en verde zo een transfer naar het grote Spaanse Real. 22 op 19.135 Andrés Iniesta speelt nog altijd voor FC Barcelona, maar misschien komt daar zeer binnenkort wel. 22 op 12.106 Ruud Vormer is al een tijdje een van de absolute smaakmakers van Club Brugge, maar desondanks horen. 10 uur 's avonds 77 Manchester City heeft Philippe Sandler overgenomen van PEC Zwolle, al speelt hij centrumverdediger. 12 voor 10 's avonds 73 Giovanni van Bronckhorst doet het dit seizoen niet bepaald goed met Feyenoord en staat onder druk. 3 over half 10 's avonds 88 Ajax speelde gelijk tegen ADO Den Haag en verloor van Vitesse, waardoor de achterstand op koploper. 21 op 23.187 In de regel hebben spelers uit de Eredivisie het bijzonder zwaar na een transfer naar de Premier. 21 op 14.416 Jasper Cillessen zei een tijdje geleden dat hij beter werd bij FC Barcelona door alleen maar te 7 over 9 's avonds 432.